vertrouwen? Hoe kun je vertrouwen? En vooral, wie kun je vertrouwen? De een liegt, de ander zit bezijde de waarheid. De derde maakt die karikatuur van de vierde. En nummer vijf gaat iets te enthousiast met de werkelijkheid om. Wie kun je vertrouwen? Als Anoushka van Miltenburg zegt dat economie het allemaal zelf wel kan doen. Als Renske Leijten beweert dat Nederland het allemaal zelf wel kan doen. Als Mona Keijzer vindt dat de zorg het prima doet. Moeten wij hen dan op hun Westland paprika courgette groene ogen geloven? Of dekt dat de lading niet? Ja, dacht de mannetjes dodo ontdaan. Toen de laatste vrouw van hem heen was gegaan. Zo'n ark van Noach, die werkt echt perfect. Maar had ik de lading maar eerder gedekt. Vertrouwen, dames en heren. Daar gaat het om. Om vertrouwen. Zijn vrouwen beter te vertrouwen dan mannen? Afgelopen weken zagen wij in debatten alleen maar mannen. Wij zagen 5 mannen inclusief Frits Wester. Wij zagen 8 mannen inclusief Knevel en Van der Brink. Mannen die door elkaar heen kakelden, elkaar in de haren vlogen, opmerkingen maakten over stropdassen. Kortom, het leken wel vrouwen. Zijn vrouwen beter te vertrouwen? Vanavond zagen we er hier 6. 6 vrouwen van de 6 grootste partijen. En als u zich afvroeg waarom was de SGP er niet bij, de SGP hoort niet bij de 6 grootste partijen. En dat was niet omdat vrouwen zich daar niet mogen ontplooien. Echt niet. Mag dat? Ja, vorige week nog in een SGP-gezin een dialoog. Vrouw doet maandagavond de strijk en vraagt langs haar neus weg. Waarom mag ik niet zelfredzaam zijn? Wat? Vraagt haar man. De vrouw zegt, waarom kan ik ook nog active age in the enabling society? Wat? Vraagt haar man. Waarom mag ik niet ontplooien? Zegt de vrouw. Dat mag best, zegt haar man. Ontplooien is een ander woord voor strijken. Laten we naar bed gaan. En de kans dat je zwanger raakt is minder dan 0,5%. En we hebben 15 kinderen, niks mee te maken. En dan is je slogan de daad bij het woord. Je vraagt je af. Zwanger, dat woord heb ik wel eens gehoord, maar ik weet niets van de daad bij het woord. Sorry, ik zat fout. En als je sorry zegt, heb ik net gehoord, dan win je vertrouwen. En vertrouwen, daar gaat het om. Wie moet je geloven? Wat moet je geloven? Minder geld voor Europa? Geld sociaal verdelen over Europa, minder landbouwsubsidies, meer kunstsubsidies, geld, 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 vrouwen, 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 of zoals een bekend schrijver ooit zei, als het gaat om geld, als het gaat om vrouwen, als het gaat om alles wat je lief hebt, wie kun je dan vertrouwen? Moet je politici net zo wantrouwen als autoverkopers? Moet je ergens de zere vinger opleggen, zoals Renske Leijten een gezegde parafraseerde? Moet je voor zorg je eigen huis opeten? Als je een eigen huis hebt, geen huurhuis, want anders wordt het wel erg socialistisch en dan heb ik een bloedhekel aan. Renske Leijten, ja. Ik heb een verhaal en dat wil ik afmaken. Ik heb een missie en dat wil ik afmaken. Iedereen die mij interrupeert, die wil ik... Nou, misschien is dat niet zo'n goed voorbeeld. Vertrouwen, daar gaat het om. Geloof. Heeft de cultuurtheoloog ook gezegd. Geloven we dat? Of geloven we in sprookjes? Geloven we in de tandenvee, zoals Wilders ooit zei? Geloven we in Pinocchio, zoals Rutte nu genoemd wordt? Geloven we in Hans en Grietje? Dat laatste zou wel eens handig kunnen zijn, vooral als het gaat om je eigen huis opeten. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is hier het rijkste land? Het is maar goed dat niemand weet dat mijn zoontje PGB't. Vertrouwen. Vertrouwen, daar gaat het om. Vertrouwen in Europa. Spanjaarden, Grieken, Italianen, Limburgers. Het is best moeilijk. Het is best moeilijk vertrouwen. Als je de letters van Griekenland door elkaar gooit, dan krijg je... Er kan geld in. Lastig dat vertrouwen. Anagrammen zeggen heel veel. Je kunt denken aan een goed beleid. Als je de letters van beleid door elkaar gooit, krijg je debiel. Probeer dan nog maar eens te vertrouwen. Geert Wilders wil terug naar de gulden. Als je de letters van Geert Wilders door elkaar gooit, krijg je gisterwereld. Mark Rutte, kamertrut. Het zegt allemaal niet zo heel veel. Het zegt niet alles. Geert Wilders had afgelopen week een optie om eventueel een coalitie aan te willen gaan met de VVD en met de SP. Als je de letters van Geert Wilders, Mark Rutte en Emiel Roemer door elkaar gooit, krijg je leiderterror, uw keus riekt reet de gammel. Het zegt misschien niet alles,
maar het zegt wel veel. Vertrouwen. Vertrouwen, daar gaat het om. Hoe kun je vertrouwen? Wie kun je vertrouwen? Wat voor vertrouwen? Ik hoorde de cultuurtheoloog zeggen, praktisch vertrouwen. Praktisch vertrouwen. Je denkt misschien van, ja, wij zijn mensen van de praktijk. Wat moeten wij met praktisch vertrouwen? Hij is iemand van de theorie. Is er een verschil tussen theoretisch vertrouwen en tussen praktisch vertrouwen? Eigenlijk is het verschil tussen theorie en praktijk niet zo groot, want theorie, u denkt misschien is alleen maar theorie en praktijk is alleen maar praktijk, maar dat is alleen maar theorie. In de praktijk zijn theorie en praktijk praktisch gelijk. Ik zal een kort voorbeeld geven. Theo heeft medicijnen gestudeerd en zijn vrouw zit in de zorg en die zit op rijles. Nu is Rieders al 3 keer gezakt voor de praktijk, maar 1 keer geslaagd voor de theorie. Terwijl Theo heeft juist de balen van de theorie en die is zijn eigen praktijk begonnen. Nu vindt aan de ene kant vindt Riet Theo niet theoretisch en aan de andere kant vindt theorie niet praktisch. Dus het verschil is helemaal niet zo groot als je er maar vertrouwen in hebt. En vertrouwen, daar gaat het om. Wat kun je vertrouwen? Hoe kun je vertrouwen? En vooral, wie wil je vertrouwen? Als je naar vanavond kijkt, als de één storylezeressen helpt terwijl een ander Mona heet, dan vind ik dat verwarrend. Als je 130 mag rijden op de snelweg en dan nog niet op tijd bent, als de VVD zegt, eindelijk zijn wij de Partij van de Arbeid, vind ik verwarrend. Als ik daarna achter in de zaal een VVD'er uit Tilburg met een roos zie lopen, meneer Nijkers, vind ik dat verwarrend. Dat vind ik noem de VVD hier bewust 3 keer, omdat ze aanzienlijk minder spreektijd hebben gehad dan anderen. Nee, volgens hunzelf natuurlijk. En, het is verwarrend, het is verwarrend. Het is... Ik vind ook de slogans die je allemaal ziet, ik vind het allemaal maar verwarrend. Is het nou niet doorschuiven maar aanpakken of wordt het niet doorpakken maar aanschuiven? Is het, hoezo D66 en nu verder? Wat hebben jullie tot nu toe dan gedaan? Zeg maar? Nu vooruit is het, en nu vooruit. Zijn jullie tot nu toe de hele tijd al achteruit gegaan, weet je wel? Wat is het dan? De ChristenUnie, voor de verandering, dus toch evolutie. Ik vind het een verwarrende zaak allemaal. En er is maar 1 manier, dames en heren, om aan die verwarring te ontsnappen en dat is vertrouwen. Erin geloven. Have a little faith. Feel the love generation werd zojuist gezongen. En dat is het ook, het is geloven. Het is geloven in sprookjes en als we er zelf niet uitkomen met deze schone jonkvrouwen, dan is er maar 1 redding, dan is het wachten op een koene ridder. En die ridder kwam, dames en heren. Tjerk Ridder. Tjerk Ridder met zijn zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en Europa in 1. Over je eigen grenzen heen kijken en buiten je eigen hokjes durven denken en laten zien dat als je samenwerking zoekt, dat je die helpende hand ook vindt. En hoe 12 september dus ook zal aflopen, ik stel voor een kamerbrede coalitie met als slogan... En nu samen sterker vooruitschuiven voor de verandering. Join the caravan of love. Tot vanavond zweefde ik nog, dames en heren, maar ik twijfel niet meer. Ik heb vertrouwen, ik geloof, ik ben na vanavond voor de trekhaak coalitie. Dank u wel.